Baldito is inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Bad Boy de Chenu zet de tanden nog een keer op elkaar. Daarachter Ben Hurry en daar komt nu achter vandaan. Uit het derde spoor komt nu naar voren Albert. Albert komt eraan. En zo zijn de deelnemers op weg naar de laatste rechte lijn. Die hebben ze nu bereikt. Nummer 2 galop. Leiding is in handen van Baldito en die begint wat weg te lopen. Baldito aan de buitenzijde. Bad Boy de Chenu helemaal aan de buitenzijde. Komt Albert sterk op. Maar Baldito, die gaat hier niet geklopt worden. Stevie Wonder had erachter kunnen zitten, zou door gezegd in de voorbeschouwing. Die had het ook gewonnen. Daarachter op de tweede plaats. Bad Boy de Chenu. De derde wordt Albert. Uitslag is officieel, dames en heren. Baldito wint. Het was niet al te moeilijk. 1-18-1. 1-18-1 voor Baldito en John de Leeuw. Ze winnen de As Magique Champion 2016 Trotteur Français Challenge. En Jan Jager is hier namens As Magique. As Magique heeft hier veel opgehaald. En Jan Jager achter de tijd rijp om wat terug te geven. En het zijn hele dure flessen, John. In een hele mooie verpakking. En ja, de andere eigenaren mogen een balletje opgooien. Wie die andere fles krijgt. Want we hebben er één voor de rijder en één voor de eigenaar. En John wordt ook even herenigd met de dame waarvoor hij de derby won. Je makkelijkste winnaar van 2016? Ja, dit ging wel heel makkelijk. Ja, ik hoorde het in de voorbeschouwing. Jullie hadden het er allemaal over. En al moet die achterstevoren ingespannen worden. Maar ja, het moet altijd wel gebeuren. Hè? Maar goed, het ging heel goed vandaag. Ja, er stond wat mindere paard in als de laatste keer. En dat blijkt wel weer, dat hij, ik had nog veel over. Ja, tot nu toe had je hem op wachten gereden. Vandaag dacht je, ik probeer het eens anders. Nou nee, hij was in het voorrijden wat brandiger. En ja, ik zette hem gewoon op de auto en hij gaat lopen. En ik denk, nou ja, ga dan maar, weet je. Het ging allemaal zo makkelijk en eenvoudig. Ja, en dan moet ik hem helemaal uit zijn loop halen om een positie weer in het veld te zoeken. Dus dat... Maar ja, dan heb je een optie, kun je de kop afgeven en een knapper paard. Maar ja, je zei het al, hij stond gedeclasseerd een beetje vandaan, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Ja, het was een heerlijk ritje, denk ik, John, voor jou. Florida, die vloog ook naar huis, hè? Ja, die liep heel goed. Daar kreeg ik een hele onmogelijke koers mee. Maar daar was ik zeer te spreken over het laatste stuk. Daar kwam ze heel hard af. Wie weet, volgende keer. Ik hoop het. John de Leeuw, hij slaat hier toe met Baldito. Een echte bandiet de laatste tijd in de Trotteur Français koersen. 3 keer winst uit 4 pogingen. En nu dus winst in de koers vernoemd naar As Magique. Die op zijn beurt hier een bandiet is geweest met mooie verrichtingen. As Magique, de kampioen dus van 2016 in het kader brons. Daar is Baldito en dan kunnen we de foto gaan maken. Felicitaties aan Stal PD, de man daarachter Peter Delis. Maar hij erkent het plezier van met meerdere mensen een paard hebben. En daar is deze Baldito weer een extreem voorbeeld van. Maar hij heeft ook zeer talentvolle jonge paarden. En als u daarin wilt stappen, dan zou ik eens zeggen, kijk op zijn site www.stalpd.nl. Voor nu aandacht en applaus voor het paard dat dat op dit moment het meest verdient. Wat heeft hij zich geweldig ontwikkeld bij Bas Krebas. Geef hem een groot applaus. De winnaar Baldito en John de Leeuw. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Hele goede start aan de buitenzijde van Baldito. En de deelnemers gaan op weg naar de eerste bocht met Baldito aan kop. Baba de Morshi, die is rustig begonnen, ligt aan de staart van het veld. En Baldito gaat als eerste de bocht in. Tweede plaats daarachter is voor Cornelis Lohman met Ben Hurry. Eerste paard aan de buitenkant is Bad Boy de Chenu. Daarachter ligt Carnaval aan de reling. Daarachter volgt dan ook aan de reling Ruud Pols met Bando daarvan. En zo gaan de deelnemers zometeen de rechte lijn overzijde in. Aan de buitenzijde ligt Amigo de Belair. Jos Verbeek op dit moment op een voorlaatste plaats met Belo Normande. Paard ervan die zelf zegt dat hij vlak blijft, kan hij zo'n koers zomaar winnen. Maar hij zei net ook, het kon ook wel eens een testkoersje worden vandaag. Hij kan nu nog kiezen, want er ligt voorlaatste op dit moment. Er ligt maar één paard achter hem, Baba de Morshi. Paarden zijn in de rechte lijn overzijde. Gaan alweer de linkerbocht in. Het is Baldito die leidt. Baldito die in het verleden ook al van kop af gekoerst heeft. Baldito die heeft nu een lengtevoorsprong. Aan de buitenzijde Bad Boy de Chenu. Die krijgt hem niet zo makkelijk. Daarachter aan de relingzijde volgt Ben Hurry. En daarachter aan de relingzijde loopt in de Polonaise mee Carnaval. Zo gaan de deelnemers de linkerbocht door. Tempo is wat naar beneden gegaan. Het veld is wat in elkaar geschoven. En het is Baldito die als eerste de rechte lijn weer inkomt. Baldito. Buitenzijde Bad Boy de Chenu. Die hier al eens een keer een premium koers wist te winnen. Toen kwam die
vanuit het veld, niet vanuit het dooispoor. En dat moet hij nu wel, dat is niet makkelijk. De deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. De Leeuw kijkt eens een keer naar links, kijkt een keer naar rechts, kijkt naar de meerijdende auto's. Kan ook nog wel even zwaaien en gaat dan de laatste ronde in. Bandito leidt, Bad Boy de Chenu. Daarachter aan de relingzijde volgt Ben Hurry. Vierde plaats is voor Amigo de Belair, ligt er mooi in. Ook Albert in het tweede spoor ligt er mooi in, op de rug van Amigo de Belair. Aan de relingzijde zit vast Bando daarvan, ook Carnaval. En twee paarden liggen aan de start van het veld in het tweede spoor. Dat zijn Belo Normande en Baba de Morshi. Zo gaan ze de laatste keer de rechte lijn overzijde in. En Bandito gaat langzaam aan het tempo een beetje verhogen. Bandito aan de buitenzijde, Bad Boy de Chenu. Daarachter probeert de rug vast te houden Ben Hurry. Maar daar heeft hij een beetje moeite mee met die rug van Bandito. Deelnemers zijn in die rechte lijn overzijde. Aan het achterveld komt voorlopig nog niks naar voren. En zo zijn ze op weg naar de laatste bocht. Bandito, Bad Boy de Chenu. Ben Hurry nu weer op de rug. Daarachter Carnaval zit vast aan de reling. Buitenzijde daarnaast Amigo de Belair. En vlak daarachter volgt Albert. En zo gaan ze de laatste bocht in. Bandito, lengtevoorsprong. En hij heeft inmiddels een anderhalve lengte voorsprong. Hij begint wat weg te lopen en Bandito is inmiddels halverwege de Tjada-bocht. Bad Boy de Chenu zet de tanden nog een keer op elkaar. Daarachter Ben Hurry en daar komt nu achter vandaan. Uit het derde spoor komt nu naar voren Albert. Albert komt eraan en zo zijn de deelnemers op weg naar de laatste rechte lijn. Die hebben ze nu bereikt. Nummer 2 gaan op. Leiding is in handen van Bandito en die begint wat weg te lopen. Bandito aan de buitenzijde, Bad Boy de Chenu helemaal aan de buitenzijde, komt Albert sterk op. Maar Bandito, die gaat hier niet geklopt worden. Stevie Wonder had erachter kunnen zitten, zadel gezegd in de voorbeschouwing. Die had het ook gewonnen. Daarachter op de tweede plaats, Bad Boy de Chenu. De derde wordt Albert.